Welkom, lieve mensen. Het is 2 weken na Pasen. Als we deze viering gaan volgen, ieder in zijn of haar eigen huis, op tablet, telefoon of pc. Toch voelen we ons vandaag met elkaar verbonden door deze viering. En we blijven hopen op betere tijden. Gesteund door elkaar en door die we noemen vader, moeder, zoon en heelmakende geest. We steken een kaarsje aan om het licht bij ons te weten als wij bidden. God van liefde, wees bij ons nu ons leven uit balans is en de toekomst onzeker. Wees dit uur bij ons als een zachte bries. Laat ons uw woord in de stilte verstaan, dat het horen ons mag verbinden. Amen. Kom over ons met uw geest. 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 We gaan luisteren naar Toon van Mierlo en Maria Klaasens, die elk vanuit hun eigen huis voor ons de lezingen hebben ingesproken. Oude verhalen die in de loop der eeuwen door mensen steeds herkend zijn als verbonden met hun eigen leven. Zo ook vandaag. Welnu, dit zegt de Heer, die jou schiep, Jacob, die jou vormde, Israël, wees niet bang, want ik zal je vrijkopen. Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. Moet je door het water gaan, ik ben bij je, of door rivieren, je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan, het zal je niet verteren. De vlammen zullen je niet verschroeien, want ik, de Heer, ben je God, de Heilige van Israël, je Redder. Wees niet bang, want ik ben bij je. Ik haal je nakomelingen uit het oosten terug. Uit het westen breng ik jullie bijeen. Tegen het noorden zeg ik, geef hier. Het zuiden gebied ik, laat los. Breng mijn zonen terug van verre, mijn dochters van de einden der aarde, allen over wie mijn naam is uitgeroepen en die ik omwille van mijn majesteit geschapen heb, gemaakt en gevormd. Voor mij is er geen God gevormd. En na mij zal er geen zijn. Ik ben de Heer. Buiten mij is er niemand die redt. Deze lezing is opgeschreven als een echte liefdesverklaring van God voor zijn volk. Hij is bereid ten alle tijden en overal voor zijn mensen in het krijt te treden. Hun veiligheid, hun welzijn gaat hem aan het hart. En hoe fijn is dat om te horen. Verlangen niet alle mensen naar liefde, naar erkenning, bevestiging en veiligheid? Willen we niet allemaal het gevoel hebben dat we er niet alleen voor staan? Dat iemand zich om ons bekommert.
Juist in deze dagen willen we ons verbonden voelen. En dan horen we die stem die zegt: wees niet bang, ik zorg voor jullie. Ik ben jullie redder. Ondanks wat je misdeed in het verleden, ik zal je bevrijden, want dat is mijn naam, Salvator, redder. Vriendschap is een liefde, daar is God. Stok oude woorden die als rozen bloeien, vandaag ons meegegeven, dat ons leven tot vriendschap en ontferming uit zal groeien. Waar mensen zijn in liefde, daar is God. Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus en Thomas, dat betekent tweeling, Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee andere leerlingen. Petrus zei: ik ga vissen. Wij gaan met je mee, zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever, al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. Hij riep: hebben jullie soms iets te eten? Nee, antwoordden ze. Gooi het net aan stuurboord uit, riep Jezus, dan lukt het wel. Ze wierpen het net uit en er zat zoveel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. De leerling van wie Jezus hield, zei tegen Petrus: het is de Heer. Zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op, meer had hij niet aan, en sprong in het water. De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 el. Toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. Jezus zei: breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben. Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, wel geteld 153. En toch scheurde het niet. Jezus zei tegen hen: kom, eet iets. Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was. Ze begrepen dat het de Heer was. Jezus nam het brood en gaf hun ervan. En hij gaf hun ook vis. Dit was al de derde keer dat Jezus zich aan zijn leerlingen vertoonde na zijn opstanding uit de doden. Je kunt het je zo goed voorstellen hoe die leerlingen zich gevoeld moeten hebben. Palmpasen, alles leek nog mogelijk. Het was alleluia voor en na. Een intocht om van te dromen. En dan dat gruwelijk ontwaken die vrijdag. De meester dood. En alle verwachtingen weg. Ja, het graf was leeg. En sommigen claimden dat ze hem nog gezien hadden. Maar je levensdoel is weg. En de toekomst is één groot gat. En dan val je terug op bekende routines. Je pakt je oude stiel weer op. En gaat vissen.
En net zoals bij de eerste ontmoeting met Jezus, blijven die nachten netten leeg. En ook deze nacht hebben ze niets gevangen. En dan staat Jezus weer aan de oever. Het lijkt een flashback. En weer gooien ze op zijn bevel de netten uit. Maar nu aan de andere kant van de boot. Eigenlijk de verkeerde kant, waar meestal weinig vis zit. Maar ze hebben vertrouwen in Jezus. En ook nu is de vangst groot. De leerlingen waren gevangen in hun eigen focus op het uitzichtloze en op de mislukking van die nacht. Maar dan opent Jezus als redder een nieuw perspectief. Een boot heeft twee kanten. Logisch, zul je zeggen. Maar soms zit je zo gevangen in je situatie dat je geen uitweg ziet. Toch zijn er vaak meer opties als je rustig en vertrouwvol luistert naar een stem in je binnenste of naar mensen om je heen, zodat je weer moed krijgt om door te gaan. Voor de leerlingen opent Jezus een nieuwe toekomst. Zij moeten hun netten achter zich laten en de wereld ingaan. En wij, nu gevangen door corona, hoe gaan wij straks verder? Willen wij een toekomst die niet alleen door de economie wordt bepaald, maar ook door liefde, door zorg voor elkaar en voor onze aarde? Gaan wij door op de oude weg? Of durven wij het straks ook over een andere boeg te gooien? Yeah.
Wij willen bidden voor iedereen die alleen is of zich alleen voelt. Voor mensen die heel ziek zijn van het virus en voor hun gezinnen. Voor mensen die oud of ziek zijn. Mensen die beperking hebben, dat zij merken dat wij aan hen denken. Voor mensen die vrezen voor hun baan of inkomen. Dat we omkijken naar elkaar met liefde en geduld. Voor grootouders die hun nieuwe kleinkind niet in hun armen mogen houden. Voor kinderen en volwassenen die lijden onder huiselijk geweld. Voor een positieve beslissing van de regering over het opnemen van kinderen uit de vluchtelingenkampen. Dat er leiderschap komt met een sterk moreel kompas. Dat we allemaal hoop en vertrouwen houden om dit alles vol te houden en er iets moois van te maken. Dat de lege agenda's en de stilte tot bezinning leiden en we positiever uit de situatie komen. Dat we elkaar dan allemaal weer mogen ontmoeten. Daarvoor bidden wij. Keer ons toe naar elkaar. Keer u om naar ons toe. Keer ons toe naar elkaar. Laten wij samen het Onze Vader bidden. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen. Terwijl wij stilvallen, en misschien wel omdat wij stilvallen, krijgt de toekomst de ruimte. Misschien mogen wij straks weer aanhaken. Mogen God die liefde is met ons zijn. Mogen zijn vuur ons verwarmen. En mogen wij elkaar op vleugels dragen naar een nieuw vergezicht.